Jesper zit er vol mee. En Martijn heeft zijn hele naam Martijn Frederik Remerius van Stijnman op zijn piemel laten tatoeëren. Nou, en dan weet je wel hoe laat het is. Ja, maar hoe blijft die inkt eigenlijk zo goed zitten in die huid? Ja, kan dat. Dat wouden wij deze week ons spreken over tatoeages. Duizenden jaren. De eerste tatoeage die is teruggevonden, die was aangebracht op een ijsmummie uit de Alpen en die is 5350 jaar oud. Beetje de leeftijd van mijn oma. Is dat zo? Oh ja, dat zie je wel. Ja, ja, maar ze doen goed hoor. Ze lopen wel goed voor de leeftijd. Je kan misschien begrijpen dat de technieken in de loop der jaren flink veranderd zijn. Ja, vroeger deden ze dat dus totaal anders. Ze maakten een wond en deden ze as in. Tegenwoordig gaat het totaal anders, want ze jagen er nu met een grote snelheid een naald in je huid en ze injecteren zeg maar pigment. Bij het zetten van een tatoeage wordt er met een naald inkt onder in de zogenaamde lederhuid aangebracht. En deze inkt bestaat uit kleurbolletjes, oftewel de pigment. Ja, deze bolletjes zijn te groot voor de opruimcellen van je lichaam om ze af te breken en op te ruimen. Nu is het wel zo dat een tatoeage altijd een beetje verbleekt, maar je zal het altijd blijven zien. Dat is een beetje als jij. Je zal verbleekt ook. Ja, jij verbleekt ook. Ja, ik moet gewoon om een paar jaar moet ik hem wel weer een klein beetje bijkleuren hoor. Is dat zo? Ja. Oh ja, ja joh, hij verbleekt helemaal. Daarom is het anker van je opa en het dolfijntje van je oma niet zo mooi meer te zien als een tatoeage die net gezet is. En over het algemeen wordt een tatoeage niet echt veel mooier wanneer je ouder wordt. Nee, zo zullen er straks heel veel oma's rondlopen met een tribal boven hun bilnaad. Omdat ze dachten dat het toen zogenaamd heel erg in was. Naad! Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, Jesper. Doet het nou zeer als je een tatoeage zet? Nou, de eerste, dat was deze bij mij. En ja, ik vond het eigenlijk wel meevallen. Ik zat volgens mij een uurtje in die stoel en ik vond het eigenlijk wel meevallen. En deze heb ik op de ouderwetse manier gedaan, hè? Je ziet ook wel dat hier niet zo heel veel tijd aan besteed is. Dus dat uurtje, dat klopt ook inderdaad wel. Ja, maar deze bijvoorbeeld, die heb ik op de ouderwetse manier gedaan. Met zo'n hele lange naald, handmatig. En ze zeiden dat het meer pijn zou doen, maar ik vond het eigenlijk wel meevallen. Oké, nou, high five. Stel nou, je krijgt spijt van je tatoeage, want je relatie is over en je ex-vriendin staat vrij prominent op je bovenarm. Of je kan zelfstandig een vliegtuigje vouwen, zoals Jesper. Kun je dan nog je tatoeage weg laten halen? Jazeker, dat kan door middel van een laserbehandeling waarin het pigment sterk verhit wordt. En de bolletjes vallen uiteindelijk uiteen en daardoor kan je lichaam het zeg maar weer uit je lichaam krijgen. Afvoeren. Heel goed, Jesper. Maar er zijn wel een aantal behandelingen voor nodig. Dat hangt af van allerlei factoren. En je huid wordt er nooit echt mooi op. Of je gaat het nooit echt helemaal wegzien. Of in ieder geval, kijk dit. Kijk man. Het is echt verschrikkelijk. Denk gewoon heel erg goed over na wanneer je een tatoeage wil laten zetten. En wees gewoon creatief. Ik heb zelfs een keer iemand gehad. Die stuurde mij een berichtje. En die wilde precies dezelfde tatoeage als mij zetten. Daar ga je spijt van krijgen. Zeker, je wilt geen vliegtuigen. Nou, ik vond het alweer een fantastisch leerzaam spreekwoord. Vond jij dat nou ook? Laat dan even een duimpje achter. En wil je nou, heb je nou een onderwerp waarvan je denkt van daar moeten jullie het over houden? Laat het dan weten in de reactie. Zijn er nog vragen? Nee. Super. Weet je niet. Het is ongelooflijk. Nou, heel leuk. Nou, ik ga naar huis. Wil je nog een andere spreekwoord zien? Check dan eventjes hier. En wil je nou een spreekwoord zien over taal? Over de Nederlandse taal en andere talen in de wereld? Klik dan eventjes daar. En vergeet niet te abonneren. Doei! Abonneren! Het is gratis! Abonneren en flesje leren!